Yo, what up, NOM boys? Dit is Jos Bos, a.k.a. Blazeover. We zijn hier vandaag in Amsterdam in de haven. We gaan een bootje pakken, we gaan varen, we gaan het gezellig maken. En we gaan het hebben over mijn nieuwe muziek, man. Dus kom vooral mee, we gaan chillen. Fuck you, ik ga mijn focus erbij. Springleven, maar mijn motto is over mijn lijf. Wil je rollen met de kei? Wil je staan aan mijn zij? Alles wat ik vraag is loyaliteit. Die boot is net als ik, hij is een diesel. Het duurt even. Dus hij maakt veel geluid, snap je? Winnen is een mindstate, winnen is een kwestie van tijd. Je bent met me anders, ben je me kwijt. Gaat lekker, man. Mag niet klagen. We chillen. We zijn buiten. Als het goed is, gaat de zon zo weer schijnen, weet je. En, we zijn er weer, man. We zijn nu niet in Utrecht, maar in Amsterdam, want Jonna die woont hier. Ja, man. Ik ben ook nog nooit op de boot in Amsterdam geweest. Dus ik dacht, het is... leuk uitje. Ben er niet altijd bij met mijn hoofd. Af en toe dwaal ik af in gedachten. Misschien kan ik niet langer doen wat ze van me verwachten. De game is veranderd, ze willen niet langer meer wachten. Deze tijden kortere dagen, langere nachten. Nadat ik mijn laatste album Therapie heb uitgebracht, is een hele hoop veranderd in mijn leven, in de wereld. Het was de tijd dat ik gewoon eigenlijk helemaal niet met muziek bezig wou houden, man. Ik zat daar mentaal ook wel eventjes doorheen. Er gebeurden veel dingen om mij heen. Ik moest ook aan mezelf werken. En op een gegeven moment ben ik het gewoon weer gaan oppakken. Ben ik gewoon weer beats gaan maken. Ben ik weer muziek gaan maken. En toen kreeg ik het gevoel weer een beetje terug. Ik heb die tijd heb ik wel gewoon muziek gemaakt. Alleen niet naar buiten gebracht. Omdat ik was uit mijn deal bij Noah's Ark. En ik wist eigenlijk niet of dat ik nog met hem verder ging of hoe dat precies, hoe de vork in de steel zat. En op een gegeven moment heb ik gewoon de knoop doorgehakt en zijn we zelf gaan bewegen, man. Dus ja, die muziek lag gewoon klaar en ik was aan de achterkant bezig met alles regelen en doen. Video's maken, zorgen dat het klopt, de artworks en noem maar op. En toen ben ik vader geworden en eigenlijk in diezelfde tijd dat ik... ja, dat mijn vriendin zwanger was, heeft zij ook tegen mij gezegd van joh, begin die muziek weer op te pakken, want ik weet dat je dat is wat je moet doen en wat je wilt doen. En ja, eigenlijk heb ik dat toen weer opgepakt en het zou eigenlijk allemaal eerder uitkomen. Alleen toen mijn kleine was geboren, zijn we helaas een tijdje in het ziekenhuis verbleven. En vanaf het moment dat het gewoon weer wat beter met hem ging, hebben we gewoon gezegd van oké, we moeten nu gaan bewegen. En nu zijn we hier, man. Ik doe het zelf, niemand save mij. Als cadeau ergens geen mij eens zijn. Moet de winnaar van de race zijn. Ik kijk terug en ik heb geen spijt. Fuck Aidoy, ik ben Jos Bros, 19 jaar. In 2012 was ik talent van de week bij 101 Bars. Toen heb ik jullie meegenomen naar de school, de opleiding die ik toen volgde. Toen kreeg ik onder andere les van Winnen, Stix en Jiggy J. Toen ik daar op school zat, heb ik van hen ook gewoon veel geleerd. Alleen al door met hen mee te kijken en hun vragen te kunnen stellen over wat ik op dat moment nodig had. Ik weet nog dat zij op een gegeven moment een plaat hadden uitgebracht, The Great Minds. En toen was ik zo bij de hand om te zeggen, ik wil jullie voorprogramma doen. En dat is nog voordat mijn plaat André Kuipers uitkwam. Toen heb ik het voorprogramma mogen doen in 4 uitverkochte zalen in de Oosterpoort in Groningen, Tilburg 013. Melkweg Amsterdam en Tivoli Oude Gracht in Utrecht. Dus dat was een super sikke ervaring dat ik gewoon uitverkochte zalen het voorprogramma kon doen voordat mijn eerste echte project zeg maar uit ging komen toch. Dus dat was wel echt een gekke blessing zeg maar. Naast rappen geef ik ook les op de Herman Brood Academie. Daar heb ik eigenlijk best wel veel verschillende functies gehad en lessen gegeven en nu ben ik sinds vorig jaar ben ik studieloopbaan begeleider daar, dus eigenlijk mentor. En daar begeleid ik gewoon de volgende generatie talenten bij hun ontwikkeling en hun talent, zeg maar. En ja, dat is gewoon vet om dat te zien, aangezien je gewoon mee mag maken de groei van artiesten vanaf het begin. En helemaal leuk, aangezien ik zelf ook op die positie heb gezeten. Dus ik heb het gevoel dat ik goed met ze kan connecten en ze goed kan helpen bij wat ze nodig hebben, zeg maar. Misschien speel ik het verkeerde spel. Het gaat niet goed, maar ik probeer het wel. Als je fouten maakt, dan leer je snel.
Ik ben een G, dat is in elk principe. Ik ga niet praten als ik het niet weet. Moet ik me nog erin verdiepen. Opgegroeid met afpest is een dief. Mijn hoofd is PostNL. Shit, ik denk alleen nog maar aan vellen en brieven. Ik doe alles om nog sneller te pieken. Ik spreek dit in mijn telefoon, ben onderweg. Ik hoef geen letter te typen. Rehabilitatie is eigenlijk een vervolg op therapie. Rehabilitatie staat gewoon voor, eigenlijk voor wat het betekent, man. Je bent eraf geweest, je bent vijand gegaan. En nu ga je weer terug de wijde wereld in. Mensen gaan mijn muziek weer horen. Mensen gaan kennis maken met de nieuwe ik. Met de verbeterde ik. En daarbuiten heb ik mijn leven ook gebeterd. Gaat het beter met mij. Mentaal, financieel, fysiek, alles. We zijn wat aangekomen. We eten goed deze dagen. Vrouwtje kookt lekker. Dus ja man, rehabilitatie. Ga je gewoon veel bars van mij horen. Veel eigen producties. En het is gewoon muziek die voor langer meegaat, zeg maar. Hoe ik mijn projecten benader is, het project moet een op zichzelf staand iets zijn. En alle tracks zijn zeg maar hoofdstukken. In het geheel moet het kloppen, maar je moet ook gewoon één hoofdstuk kunnen pakken en daar iets uit kunnen halen, zeg maar. Ja, yeah, draai als een machine. 10 miljoen ideeën, hoe ga ik er één verdienen? Rare dagen inderdaad, we moeten ermee dealen. Ik sta onderaan die piramide, sorry mijn gedrag is roekeloos. Vluchtstrook, we kennen geen file. Vliegend door de bocht, geen rem, ik rijd op twee wielen. Nooit gezakt, ik had alleen tienen. Ik ken de plug, verdiende ik niks met die rap, zou ik nog steeds doen. R.I.P. J. Dilla was eigenlijk een van de eerste tracks die ik heb gemaakt die mij weer een beetje het gevoel heeft teruggegeven. En eigenlijk vanaf het moment dat ik die beat maakte en dat ik begon met schrijven, heb ik het weer een beetje teruggevonden. En ja, kwam ik weer gewoon op mijn oude zelf eigenlijk. Als ik naar die tune luister, heb ik het gevoel alsof Rocky van die trap afloopt met zijn handen omhoog. We hebben lang genoeg getraind, nu zijn we klaar voor de wedstrijd. Dus daarom hebben we er ook voor gekozen om die tune als eerst uit te brengen. De titel heet R.I.P. J. Dilla. Eigenlijk omdat ik die bar gewoon verzon, dat ik zei, maak de beat dood, rest in peace, ik noem hem J. Dilla. Maak de beat dood, rest in peace, ik noem hem J. Dilla. Het is gewoon een tune met alleen maar bars. Dus toen ging ik nadenken over hoe moet ik die pokoe noemen. En toen dacht ik, het is alleen maar hard om hem R.I.P. J. Dilla te noemen. Aangezien ik, als ik produceer, veel sample. En J. Dilla is toch wel een van de grondleggers in die stijl. Dus ik wou gewoon een kleine hommage brengen, een kleine shout-out aan de GOAT, je weet toch? Ik kan niet langer rennen, veel problemen, je moet kiezen. Wil je spelen voor de winst, moet je leren te verliezen. Ik ben in discussie met die man daar in de spiegel. Hij zegt mij, je moet gewoon een duik nemen in het diepe. Na RIP, J. Dilla is leren te verliezen gekomen. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon best wel kenmerkend voor de tijd waarin ik zat. Van, ik moest gewoon accepteren dat het soms niet altijd precies gaat zoals dat je wil. En soms moet je gewoon die L pakken om te weten wat je wel moet doen. En die heb ik ook gewoon genomen. En ik dacht, het is hard om een tune te maken over verliezen. Aangezien iedereen de hele dag over winnen praat. En alleen maar doet alsof alles de hele dag goed gaat en alsof ze fucking poppin' zijn. Maar ik kan uit ervaring vertellen dat het niet in de praktijk altijd zo is, weet je. En het leek mij gewoon een originele benadering van. In plaats van het hebben over wanneer het alleen goed gaat, ook te vertellen dat er zeg maar beauty zit in de struggle, in het verliezen, zeg maar. Want als je verliest, leer je het meest uiteindelijk. Je kan een heel seizoen alleen maar winnen, nog een seizoen alleen maar winnen. Zeg maar nooit een L pakken tot op het punt dat je één keer een L gaat pakken en dan weet je niet hoe je moet bewegen. En dan ga je in paniek raken. En ik heb het gevoel dat ik genoeg L's heb gepakt om niet in paniek te raken wanneer het niet gaat zoals dat ik wil. Dus ik heb ook het gevoel dat dat voor mijn carrière ook wel kenmerkend is. Van, ik heb het gevoel dat ik heel veel potentie heb, nog steeds. En ik denk ook dat ik mijn hoogtepunt nog niet heb bereikt. Dus het is mooi dat het misschien niet gelijk skyrocket is gegaan. Ik ben wat dat betreft inderdaad gewoon een diesel. Ik heb altijd gezegd dat het is een marathon en geen sprint. En ik heb een lange adem. Dit is een overdosis concentratie. Mijn ambitie en mijn motivatie. Bloed, zweet, tranen en een hoop frustratie. Bloed, zweet, tranen en een hoop frustratie. Bloed, zweet, tranen en een hoop frustratie. De tape dropt 20 september. Alle artworks zijn gemaakt door Loey.
Eigenlijk vertellen alle artworks vertellen het verhaal van dat ik beneden was en dat we nu op de weg naar boven zitten. En dat is eigenlijk wat rehabilitatie ook is. Van een donkere plek terug naar het licht in de buitenwereld. Dus we komen uit de shadows en nu zijn we er weer en we gaan niet weg. Hoe beter ik rap, hoe slechter het gaat. Sta in de kitchen voor mijn cheese en cake. Please, het is de kerst op de taart. Ben aan het werk voor een best resultaat. Ik focus zoveel op mezelf. Het lijkt net alsof de rest niet bestaat. Shit. Ja, toch 101 Bars. 20 september, rehabilitatie. Ik ga bij jullie nog even langskomen om wat bars te spitten. En volg me op Instagram. Houd in de gaten en dan check jullie snel weer. Love.